Wie is het? Hey. Het is Veerle. Veerle die mij verzorgd heeft. Hoi Bert. Kom binnen, Veerle. Kom binnen. Kom eens kijken of alles oké is. Ja, alles oké. Ja, is mijn been? Goed. Dat is het kindje van de dochter van het nichtje van Micheline. Ze heeft dat hier achtergelaten. Ja, kom maar, kom maar. Hallo. Dag Micheline. Oh, goeiedag. Dat is ons eilijkjes, hè. Dat is al een flinke maat. En jullie passen er even op, of? Nee. Wij zijn de ouders. Oei. Jij doet toch geen suiker in haar papje? Ja, bruine suiker. Ik ben grootgebracht met bruine suiker, dat zei onze moeder altijd. Dat is op pijn niet overhangen. Maak er misschien heel even? Nee, ze moet rusten. Komt een andere keer nog maar eens terug. Micheline is echt zot van dat kind. Het is elke van hier, elke van daar. Ze zou ze bekaast nog de beurs geven ook. Weet Micheline eigenlijk iets van kinderverzorging? Zo'n ratje dat doet nog niet veel. Hè. Eten, blijten, pipi, kaka, dodo. Zeg Bert, ik werk nu in Nisa hè, als medisch professional. En misschien is het toch beter dat kindje naar daar komt. Het is mijn schuld dat ze nooit kinderen niet kunnen krijgen. Ze hebben hun kinderwens nooit kunnen waarmaken. Tot na. Oké. Dag Bert. Heerlijk, hè?